volgens mij, als ik mij niet vergis, voor jullie alle drie samen wel de eerste musical. Toch een beetje spannend? Ja, tuurlijk een beetje spannend. Maar ik denk voor ons alle drie wel heel leuk dat we zo eens met z'n drieën echt alles een beetje opnieuw moeten uitvinden. En tot nu toe bevalt het mega goed. En ik denk dat we gewoon met z'n drieën enorm klaar zijn om erin te vliegen. Want het is wel even een lijst aan shows. Maar ik heb er wel heel veel zin in en wij allemaal. Dus dat komt helemaal goed. Amor, schiet een bijltje door mijn hart. Amor, amor, lieve amor. Want ik ben soms zonder hart. Waar zijn die biggen hier? Die zijn met vakantie. Ja, naar die pizza. Oh nee! No way! Jawel, jawel. Oh, laat mij gaan alsjeblieft. Marie, of moeten we pluisje al zeggen? Voel je je al helemaal in je rol? Ja, we hebben daar net onze eerste show voor publiek, voor een volle zaal gehad. Dus vandaag ben ik wel een beetje pluisje, ja. Wat vind je het leukste aan pluisje zijn? Gewoon met wie ik hier mag samenwerken. Ik sta met mijn vrienden en vriendinnetjes op het podium en dat is wel gewoon echt heel leuk. En we keken hier allemaal jarenlang zo hard naar uit. Dus wij leven vandaag allemaal een beetje onze droom en dat voel je wel. Boven Aladdin! Ah! Pluisje danst heel veel. Ook heel wild. Dus dat was vooral mijn grootste uitdaging. Maar ik heb zoveel plezier en ik heb zoveel bijgeleerd. En Maarten Michel, onze choreograaf, die heeft heel veel geduld met mij gehad. Maar ik denk wel dat het allemaal gelukt is, ja. Vandaag worden jullie 18 jaar. Ja! Cool, cool, super cool. En ik wil jullie... Lang zal ik leven, lang zal ik leven. Bart, kieken, zwijg. Sinds de dag dat ik van de drie pingetjes verloor, is geen hert en geen lam bang voor wolven Baltimore. Bijzonder, hè? Ja, ja. Fantastisch eigenlijk. Ja. Beetje onbeschrijfelijk. Ja. We hebben vaak elkaar vastgepakt na een scène of achter de schermen. Heel de dag door, een beetje een emotionele dag geweest ook. Ja. Maar ja, het is geweldig. Heb je nu zo dingen meegepikt toch van wat uw vader erin gestoken heeft vroeger? Ja, ik denk dat dat onvermijdelijk is. Ik lijk ook wel heel hard op hem. Het gaat allemaal een beetje automatisch. Als ik op het podium sta en een rol speel die hij niet gespeeld heeft, zal er ook altijd nog wel een beetje Peter Thijssen in zitten, denk ik. Ja, ik heb wel wat... wel ervan ingestoken, maar misschien ook wel wat onbewust soms. Dus Peter, je hebt hem niet af en toe zoiets een duwtje gegeven van zeg, ik zou het dan nog eens... Nee, dat heb ik bewust niet gedaan. Hij moest zijn woepert maken. Natuurlijk is het een beetje met het verwachtingspatroon van vroeger. Waar is het geweest? Zit in het collectief geheugen. Je kunt niet zomaar andere dingen gaan doen. Ik heb ook Dirk zijn invulling toch geprobeerd dat deel dicht bij mij te houden. Zodat ik niet ineens zo echt iets anders te zien krijg. Nee, ik heb alles gerespecteerd van het verleden. Mensen die dat de eerste gezien hebben, wat is nu het grote verschil met deze versie? Ja, ik denk dat deze voorstelling is compacter. We leven ook in een veel snellere tijd. Ik denk dat het een beetje op maat van de kinderen is, die misschien niet meer die 2:20 kunnen gefocust blijven. Dus ik denk dat dat het grootste verschil is, maar ik denk ook ten goede. Tijl en heel het creative team hebben er in gesnoeid. Er zijn nummers weg, maar ik denk echt wel ten goede. En je voelt het ook aan het publiek. Het valt nooit stil. Het blijft aangenaam. Het is een trein. Hè? Het is een trein. Een trein waar je heel graag wilt opzitten, denk ik. Ja. Is het plezant om zoiets de domme te spelen? Amai, ja, dat doe wel deugd. Ik doe dat heel graag. Bij Nachtwacht speel ik al eens een serieuzere rol, ja. Maar dit is even alles, ja, alles geven en volledig losgaan. En dat is echt genieten. En als er dan nog zo'n leuke respons komt, dat is fantastisch. Komt er nog zo'n musical, een remake van een musical? Ik denk nu dat we er zo al een beetje van hebben mogen proeven, nu, dat wij het wel heel leuk zouden vinden, toch? Ja, absoluut. Kijk, oproep naar Studio Wonder bij deze. Bel maar. Doe maar.